Ik vind het fijn om mensen te inspireren, om mensen te laten delen, om mensen te laten connecten met hun innerlijke drijfveer, met hun motivatie, met hun missie, hun dromen en hun passies. Daarmee aan de slag gaan, dat is eigenlijk waar ik zelf ook gelukkig van word. Vorig jaar heb ik Durf te Vragen leren kennen tijdens een workshop bij Katrien in Antwerpen. En ik was zo gebeten door het concept dat ik haar kort daarna heb gecontacteerd om te vragen of ik ook begeleider kon worden. En dat was geen enkel probleem. Dit is een heel eenvoudige workshop waarbij mensen terug worden getriggerd om op zoek te gaan naar hun eigen passie en daar dan ook mee naar buiten te komen. Het is heel fijn om zelf te ervaren wat het met jou doet op het moment dat je je vraag stelt en op het moment dat andere mensen gaan delen en tips gaan geven om jouw droom of jouw passie of jouw project te helpen realiseren. Dus hebben we het een beetje afgeleerd van vragen te stellen. En het is heel belangrijk om je vragen te stellen, want als jij een droom hebt of een passie en niemand weet ervan, kan ook niemand jou helpen. En dat is eigenlijk jammer, want mensen helpen van nature heel graag. Als je bij jezelf nagaat en je kan iemand helpen, dan heb je daar zelf een goed gevoel van. Dus waarom zou je die andere persoon niet vragen om hulp? Want ja, dan gun je ook de anderen om een goed gevoel te hebben om jou te helpen. En het is zoveel fijner om dingen samen te doen. En er openen zich zoveel meer mogelijkheden die je zelf op voorhand niet zou kunnen hebben bedacht. Tot het moment dat je echt ja, met jouw vraag naar buiten komt. Met het project waar je mee bezig bent, met de droom die je wil neerzetten. Bij Durf te Vragen gaan we ervan uit dat eigenlijk alles aanwezig is op deze planeet om je droom of om je project te laten lukken. Dus alles is aanwezig om te laten lukken wat jij wilt, dat lukt. Alleen is het een kwestie van herverdelen. Je hebt niet alle wijsheid, je hebt niet alle kennis, niet alle ideeën bij jezelf, niet alle spullen of niet al het geld om het allemaal te gaan realiseren. En dat is net de bedoeling om dat te gaan delen. En op het moment dat mensen onbaatzuchtig delen en geven, spreken we eigenlijk van sociale overwaarde. Dus iets wat bij mij bijvoorbeeld in de garage ligt te verstoffen, krijgt bij iemand anders een hele nieuwe bestemming en een heel nieuw leven. Dus dat gaan uitwisselen is dus ja, de sociale overwaarde. Niels Roemen heeft eigenlijk een heel mooie quote daar rond. Dus onze grootste armoede is eigenlijk het feit dat we onze rijkdom niet fatsoenlijk kunnen verdelen. En dat is de uitdaging waar we voor staan. En dat begint heel klein tussen vrienden. En uiteraard ook op macroniveau is dat de bedoeling om alles te gaan herverdelen. Want er is voldoende van alles in overvloed. Eten, voedsel, geld, kennis, in feite netwerktoegangen. Alles is in overvloed aanwezig. Alleen ja, is onze uitdaging om het te gaan herverdelen. Zodat iedereen genoeg heeft en kan waarmaken wat hij wil waarmaken.